scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magicians are... Ik sta hier van de Amsterdamse Rij, waar vandaag de ISE begint. Een grote elektronica-beurs wat zich voornamelijk richt op bedrijven. Wij zijn vandaag om bij Epson en Samsung langs te gaan om te kijken van welke ontwikkelingen in het bedrijfsleven nou ook naar de consumenten komen. Verwacht veel 4K-schermen, beamers en hele hippe brillen. We staan momenteel op de stand van Epson. Hier hebben ze een aantal beamers neergezet en die hebben we allemaal kunnen testen. Nou, de beamers zijn vooral gericht op de zakelijke markt. Wat ze heel goed laten zien is eigenlijk het verschil tussen twee soorten van beamers. En dat betekent, de ene maakt gebruik van een ander protocol dan de ander. En degene die Epson ontwikkelt en ook het protocol heeft uitgevonden, die geven een stuk betere kleur weer. Daarnaast hebben ze ook een aantal beamers die met touchlaag werken. Deze touchlaag die wordt eigenlijk niet door een middel van een scherm of iets dergelijks gemaakt, maar door een ander apparaatje wat overheen valt. En met dat apparaatje kun je dus eigenlijk op elke muur of elke tafel, net waar je de beamer neerzet, een touchscreen maken. En als laatste, en misschien wel het meest interessante, hebben we de Moverio gezien. De Moverio is eigenlijk een bril met een ingebouwde beamer. Op beide schermen van je glazen wordt een beeld geprojecteerd. En doordat je twee beelden hebt, kun je ook nog eens een keer in 3D eigenlijk het hele beeld zien. Het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld Google Glass. Het is meer een laag die wel, je kunt nog daadwerkelijk de achtergrond zien. Maar je ziet zeker, gewoon eigenlijk midden in beeld, zie je de content die dus het apparaat wat ermee verbonden is met die bril aan je projecteert. Er zitten van allerlei sensoren ingebouwd, bijvoorbeeld een gyroscoop en een GPS. En hiermee zijn talloze opties mogelijk. Ze hebben zelf een mooi demofilmpje waarin je ziet bijvoorbeeld dat je hem dus als Google Glass kan gebruiken als je op straat loopt. Maar ook zeer zeker bijvoorbeeld wanneer je een printer moet repareren. Dat op het moment dat je die bril opzet, dat je gelijk de beschrijving krijgt van hoe moet je dat repareren. Dit concept gaat staan of vallen op het feit of appontwikkelaars genoeg content kunnen maken voor de Moverio. De Moverio gaat tussen de 600 en 700 euro kosten. En wat belangrijk is, is dat er altijd een apparaat aan verbonden blijft zitten. Dus er zit gewoon een soort van kabel aan met een soort van touchpaneel waarmee je de Moverio kan gaan besturen. Dus of het echt een succes gaat worden, dat moet nog maar blijken. Net hier een hoop beamers gezien bij Epson, ja. Vooral bedoeld voor de zakelijke markt. Wat is zo bijzonder aan deze beamers? Epson is wereldwijd marktleider op het gebied van projectie en wij maken eigenlijk projectoren voor elke sector, dus ook voor jullie bezoekers home cinema. Wat eigenlijk Epson onderscheidt van de anderen is dat wij de patenthouder en uitvinder zijn van de 3LCD chip. 3LCD heeft als voordeel ten opzichte van DLP dat de color light output, dus de output van kleur, gelijk is aan de output van white light, wit licht. En dat is iets wat onderscheidend is van de DLP technologie. Is een technologie die, ja, jullie zeggen al, het is geen Google Glass, het is ook geen Google Glass. Maar ik denk dat mensen er wel snel naar zullen refereren. Een speciale bril die jullie displayen. Ja, wij hebben anderhalf, twee jaar geleden een eerste versie van de Moverio uitgebracht. De BT100. Nu hebben we onlangs op de CES de BT200 geïntroduceerd. Het is een beetje een combinatie tussen een multimedia bril, puur echt voor films kijken, en een augmented reality bril. Wat uniek is, is dat het binocular is. Dus je hebt je kijkt met beide ogen. Er zitten in de hoekjes of in de poten twee projectoren die voor jouw ogen projecteren. Binocular en hij is see-through. Dus je kijkt er doorheen. En dat is nou net waarom het een uniek product is voor augmented reality. Je hebt echt een scherm, groot scherm voor je ogen, die als het ware een wereld, de augmented reality wereld, over de echte wereld heen legt. Nou, en dan moet je denken aan toepassingen voor zakelijk gebruik, waarbij je een monteur iets uit elkaar haalt of aan een fiets sleutelt en je daar overheen ziet precies de instructies die hij moet doen. Maar voor bezoekers van jullie site, games waar augmented reality een rol kan spelen. Maar er zit ook een gyroscoop in, GPS. Eigenlijk alle features die tegenwoordig relevant zijn zitten in de bril.
En in die zin is het dus wezenlijk anders dan een Google Glass of een bestaande multimedia bril, dat het doorkijkbril is en augmented reality bij uitstek geschikt is. Ik sta op de Samsung stand op de ISE, waar voornamelijk zakelijke oplossingen worden gepresenteerd. Maar er zijn ook echt een paar leuke dingen bij die ook voor jullie de consument handig is. We hebben bijvoorbeeld hier achter mij de hoteloplossingen. Het ziet er een beetje gek uit, maar het is een soort van systeem wat in je hotelkamer komt te staan. Uiteraard bij de duurdere hotels, waar je zelf je Spotify in kan stellen, eigenlijk alles. Dus het is een soort van nieuwe, nog slimmere televisie. Daarnaast heeft Samsung tijdens de persconferentie heel veel over de nieuwe infopanelen laten zien. En dat zijn eigenlijk gewoon normale panelen, maar met een ingebouwde computer, waardoor bedrijven makkelijker informatie en relevante informatie aan de consument kan laten zien. En als laatste, maar zeker niet het minste, hebben de 4K-schermen gezien die van Samsung nog uit moeten gaan komen. Deze 4K-lijn die gaat een redelijke prijs dragen. Bijvoorbeeld de 31-inch scherm zou rond de €1600 gaan liggen. En er zou zelfs een 24-inch monitor komen, ook met die 4K-resolutie. Qua design ziet er prachtig uit. En Samsung hoopt hiermee echt 4K-leider te worden in Europa.